Wat vind je ervan, Bernardo? Ik kom hier net binnen en ik word gelijk op mijn plek gezet door die Robert. Ja, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Je ziet het uit de regie gelijk in handen. Doet hij het ook bij jou als hij een clipje opneemt? Als hij de kans krijgt wel. Als hij de kans krijgt, doet hij het wel. Ja. Maar dat mag ook. Hij is de enige die het mag. Zo is dat. Maar die laatste clip die was wel heel bijzonder. Had hij daar nog... hoe moet ik dat nou zeggen? Wie heeft die geregisseerd, die clip? Was Robert dat of heb je het zelf bedacht? Ik had zelf eigenlijk het inzetje en van het inzetje kwam weinig terecht. Dus toen ben ik op Robert zijn plan afgegaan en dat is gelukkig goed uitgepakt. Dan hebben we het over je nieuwe single. Wat is de titel daarvan? Ik hou je vast. En stevig ook. Hoe kwam die tot stand? We zijn natuurlijk nu een jaar onderweg met Melody Music Sound, met Frank van Netten. We zijn nu een jaar bezig. Begin van het jaar kwamen we met Je Loog en Bedroog. En daaruit kwamen we met de single die we eigenlijk als tweede single niet uitgebracht hebben, maar stiekem teruggetrokken hebben. En toen zijn we opnieuw gaan schrijven en daar kwam Ik Hou Je Vast uit. Een nummer waar ik me eigenlijk helemaal in kan vinden. Ja, het is op het lijf geschreven. En dit keer was die wel autobiografisch. Nee, maar dat begrijp ik. Wanneer de wandelgangen wordt al gezegd van Frank die heeft gewoon een hit weggegeven. Heb jij dat ook al gehoord? Dat heb ik al een aantal keren stiekem gehoord, ja. Ja. Maar het is ook echt een knaller. Vorige week was je bij Radio NL, bij Hessel in de uitzending, een uurtje lang. Hoe waren de reacties? Overweldigend. Als je daar zit ook, dat is je telefoon ontploft aan berichten. En ja, het is ongelooflijk. 15 december is daar ook het Truckersfestival uitgekomen, daar sta ik ook. Dus voor Radio NL samen met Hessel. Dus ja, ik ben alleen maar blij en dankbaar dat het allemaal op het pad komt. Maar hoe ziet een dag van Bernardo eruit? De dag van Bernardo ziet eruit, ik sta op. Als mijn vrouw naar de werk is, dan doe ik de kindertjes. Vervolgens gaan we aan de koffie. Dan krijg ik... mijn vader op visite. We wonen naast elkaar, dus als de kinderen naar school zijn, dan krijg ik vaders over de vloer. Nou, dan gaan we de dag doorspreken wat we gaan doen die dag, waar we allemaal heen moeten. En vervolgens stappen we samen in de auto. En dan is het radiostations afrijden voor interviews en dergelijke. En 's avonds de optredens. En dan zitten we nog steeds bij elkaar in de auto, want hij rijdt me ook door het hele land heen. Dus ja, het is eigenlijk mijn schaduw. Wat moet je zonder zo'n man? Maar je hebt ook een schoonzoon die zingt. Dat klopt, ja, dat klopt. Leslie Rosbach. Die is sinds een aantal maanden heeft die verkering met mijn dochter. En dus we hebben nu een huisje vol met muziek, zeg maar. Waar heb je hem leren kennen dan? Of in ieder geval, waar heeft je dochter hem leren kennen? Nou, ik ken hem eigenlijk, ken ik Leslie via een hele goede vriend van mij. Daar woonde Leslie, woonde daar vroeger tegenover. Dus ik ken Leslie eigenlijk al vanaf dat hij, nou ja, bijna zeg maar nog in de luiers liep. En ja, mijn dochter liep toen ook in de luiers. En die speelden met elkaar en die deden met elkaar. En we gaan eigenlijk een beetje later een beetje uit het oog verloren. En nu een jaar of wat later is het, zijn ze bij elkaar gekomen en hebben we een huisje vol met muziek. Duetje voel ik aankomen. Misschien, wie zal dat zeggen? Wie zal dat zeggen? Je weet het niet. Je weet nooit wat je aangeboden krijgt. Je weet nooit wie... Ja, wordt er interesse getoond? Wat gaat er gebeuren? Het is eigenlijk nu... koffiedik kijken van wat gaat er op mijn pad komen. Ja. Optredens, dat gaat natuurlijk als een pijl. Waar sta je komende weekend bijvoorbeeld? Nou, dat gaat als een vuurpijl, zeg maar. Sowieso door heel het land heen. Het is vandaag staan we hier, morgen staan we daar. Het is niet te peilen. Vandaag sta je op het Truckersfestival. Morgen sta je in een cafeetje. Overmorgen sta je in een boerenschuur. En Sientje Amsterdam, heel veel. En wie beheert je agenda? Mijn agenda beheer ik zelf. Gelukkig beheer ik die zelf. Ja. Heel verstandig. Bernardo, succes. Dankjewel.